Hallo kijkers, man! Lekker dan, welkom allemaal bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Elvis Ritma. En ja, beste mensen, leuk dat jullie weer kijken. Ja, namelijk, ja, echt wel. Maar oké, ja, ik ben hier lekker op mijn kamer. Hoe jullie zien, ja, ik ben lekker op mijn kamer, lekker avond nu. Mijn Bas hier aan een collectie, maar dat heb ik maar bij helemaal niks. Maar ja, ik ga even kijken, want. Ja, hier hebben we een nieuw aquarium. Super mooi aquarium. Oh ja, en de poster van Enzo Knol. Ja. En ik ga Enzo Knol namelijk echt ontmoeten. En dat is in het weekend 11 en 12 maart 2023. Dus daar heb ik super veel zin in. Dus daar zit ik echt super veel naar uit te kijken. Dus ja. En ja, ik ben lekker bezig. Ik dacht, ik ga vloggen een beetje oppakken. Dus dan ging ik maar even lekker vloggen. Maar ja, ik heb hier ook een oude radio. Super mooi, echt uit zijn hele oude wedstrijd. Er staat ook een nummer op. Ja, ik zie helemaal geen nummertje op. Helaas, maar die werkt ook nog helemaal hoor. Mooi, mooi radiootje natuurlijk. Oh ja. En ik heb ook echte boeken van Vincent van Gogh. Deze. En ik heb er twee paar. Dus deze zijn 90 euro waard. Wie wil zulke boeken hebben? Die kunnen ze het gratis ophalen bij mij. Want dat is gewoon een winactie. Of ik stuur het op. Maar dat weet ik nog niet zeker. Dus ja. Maar oké. Maar ik moet even kijken wat voor winactie, maar ik zoek even wat rotzooi, je weet hè. Wow, mooi hè. Ik heb hier ook nog een boek van Anne Frank, het Achterhuis. Super mooi. Ja, ik heb zoveel rotzooi hier hè, jong. Ja, ik heb altijd zoveel rotzooi in mijn huis. Het is een nummer wat ik gewoon maak. Maar dat geeft helemaal niets. Maar ja, ik heb hier ook een beetje cacaopoeder. Dus dat kan misschien nog. Ja, ik weet niet of dat genoeg is. Nou, dat kunnen we wel even opmaken. Ik heb heel veel schilderijtjes. Ik heb echt heel veel. Ja, ik heb heel veel dingetjes om mij te maken. Ja, ik heb zoveel rotzooi, mannen. Ja, nee, ik heb echt zoveel. Ik heb ook een chilipoeder. Chilipoeder, ja, dat is echt zoveel. Ja, wat ik jij ook nog een keer heb. Dat heb ik ook een keer gekregen van mijn ex-vriend. Dit is namelijk dit. Dit is gewoon een goede vriend van mij. Die nu heeft geen vriend meer is. Maar het is gewoon een mooi bak. Mooie cadeautjes heb ik gekregen. Dat kan ik nog gebruiken. Maar deze gebruik ik eigenlijk nooit. Dus deze gaan we gewoon weggeven. Dus ja. Of gewoon als potjes houden, ja. En dat doen we in ieder geval. Ik heb hier een geschiedenisboek. Echt een mooi boek. Ja. Eigenlijk wel, dus ja. En even kijken. Ik heb hier zoveel boekjes. En ja, ik heb echt heel veel. De Bijbels, ja, ik heb heel veel. Echt waar, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, ik moet even iets wat een beetje opereren. Dus ja. Even kijken, want ik ben een beetje aan het opzoeken wat ik allemaal weg wil geven. Want ik heb zoveel rotzooi, mensen. Nee, ik heb echt heel veel rotzooi. Je weet toch. Je weet toch, mensen. Nee, ik heb inderdaad gewoon iets te veel. Ik heb zelfs. Oh. Hier
munt. Ik heb een munt. Ik heb een munt in mijn leven. Oké, ja, ik ben een beetje gek. Hoe jullie weten. Ik ben namelijk een beetje gek. Maar ja, dat weet ik niet. Kijk, Feyenoord, Portemonnee, hand in hand, Feyenoord, kameradio. Ja, ik ben een beetje gek, maar dat weten jullie. Maar dat weten jullie. Maar ja, ik moet even een beetje opruimen. Opruimen. Opruimen, opruimen. Ja, ja, even opruimen is belangrijk. Maar ja, ik heb hier een heel boek. Een map. Dus dat gaan we even openmaken. Eigenlijk oude archiefmap. Wat is dit? Als u me nou neem ik jullie maar mee, hè? Ik heb hier gewoon, dit geloven jullie niet. Ik heb hier gewoon de map van de oorlog. Oorlogboek. Oh, oh. Oh, mooi. Maar ik heb hier nog meer. Deze hebben we. Zo. Ik heb hier ook nog deze van Elvis Presley. Oh, normaal, ja. Zo, ja. Ja, jongen, jongen. Oh. Maar weet je wat ik ga doen? Dat laat ik hem niet zien. Bepaalde dingen, maar dit zijn echt hele oude boekjes. Dit hou ik. Dit hou ik. Wat ik moet doen. Ja, beste mensen, een beetje opruimen. Nog een boekje. Ja, ja, best van zin. Zo. Met opruimen. Ja, ik heb niet zoveel te vertellen. Dus wat ik heb wil doen is worden. Babbelen niet deze. Nee, maar oké. WhatsApp, kijkers. Ben. Hoehoe. Ah, lekker. Het scheet in laten, maar dat laat ik ook altijd. Hé, hey, ja, ja, joe. Ja. Even kijken. Ik heb hier, aan de show, een peperduurtje gedraaid. En hier gaan we even openmaken. Echt heel mooi. Want dat heb ik zo kunnen ontwerpen. Nou, dat wordt echt heel mooi, ja, ja. Echt waar. Oh, nu gaan echt verbazen wat het boterij is. Oh, jongen. Nu verbazen zich. Oh ja, echt een wilde rijman. Kijk hier. Gewoon een eigen play. Met een schilderij. Ja, dit is echt heel mooi. Dit is een redelijk mooie plekje. Ben ik zo blij mee om dat gewoon doorgemaakt. Weet je wat? Ik ga mijn studio een beetje opruimen. Weet je wat? Ik ga gewoon een beetje kijken. Zo, na. Dat
nee, hier. Wat wij even gaan doen is dus de weidingdienst. We gaan even een beetje opruimen. De beelden zetten we hier. Ik heb namelijk heel veel beelden en ik zit vast. Dat is niet prettig. Op plastic. Zo, ja. Ik zie wat. Oké, dat geef ik nu. Dan moet ik alleen maar weten. Deze. Ja, beste mensen, een beetje opruimen. Echt waar. Zo, opruimen is heel erg belangrijk. Kaartjes. Oh, en we hebben ook gebruikt zo. Bon. Ja, een beetje opruimen, best van zin, hè. Mag ik een keer gaan? Zo blazen ze in de kaas, hè? Maar die bewaar ik dan nog wel even. Zo. Even rilde rijtjes. Heel veel mooie schilderijen en zeg maar. Nooit opgaan of niet. Die zetten we hier wel. Zo, een heel mooi tentoonstelling. Oh ja, ik heb ook een heel prachtig schilderij. Heel trots op om dolfijn. Ja, ja, huppakee. Die gaan we eruit halen. Laat ook nog even. Even precies. Ja, beste mensen. Beetje mooi maken zo. Ja, wat echt prachtig, denk je. En ook nog een ander mee. En nog iets anders. Zo. Dit is namelijk de Romeinse schilderij. Dat doen we ook gewoon hierbij. En dat is echt heel prachtig schilderij. Kijk, ik heb hier ook nog een schilderij gemaakt. Omdat ik niet echt heel veel tevreden over. Kijk. Dit.
wat is er? Een pakje. Zo. Terug. Eventjes. Oh, eventjes nog wat schilderijtjes. Best wel moeilijk hoor. Ja, beste mensen, moeilijk om de schilderij op te staan, merk ik. Ik heb gewoon een heel museum. Kijk. Kijk, mijn hele museum heb ik af. Ik heb hier. Mijn schilderijen collectie. Ja, klaar hè? Dus ja, ik ga even verder opruimen. Dus ik zet mijn camera dan nog neer. Huppakee. Hup, 1, 2, 3. En hup. Oké, even bij de ramen. Zo, Zo. En dan hebben we alles. En ik heb opgeruimd. Oké, ik heb opgeruimd. Dus ik ga nu even afsluiten. Zo bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet hem zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden en hopelijk vonden jullie deze video leuk. Dus ja, doe dan een blauw duimpje omhoog. Doe een reactie. En wat ik al zeg, later in de volgende video dan maar weer. Later, adios. Doei. Subscribe. Hey. Yahoo.